Kijk, hier heb ik er nog eentje. Heb ik met een andere invulling gedaan. Op verzoek van mijn kleine man Christian. Die wil er eentje met een envelopje. Zodat hij wat dingetjes in kan doen. Hier zitten van die flapkaartjes. Net als bij de andere. Maar bij de andere zat hij in het midden. En er waren er vier. Hier heb ik er twee gedaan. Deze kan je ook openvouwen. Zelfde grote flap. En dan aan de binnenkant heb ik dat principe gedaan. Wat we bij de andere in het begin aan deze kant hebben gedaan. Hier drie flapjes gemaakt. En bij deze, in plaats van eentje, heb ik ook drie van gemaakt, maar dan groter. En om te zorgen dat het stevig is, heb ik de flapjes zeg maar om en om gedaan. Dus even kijken, heb ik het nou goed? Ja, dit is de eerste. Kijk, heb ik de eerste en de vierde gepakt. Het tweede blaadje. En de derde. Kijk, dan heb je dus van één zo'n strookje. Daar heb ik dus drie flapjes aangemaakt. En hier aan deze kant dus klein kaartjes. En bij deze gewoon over de hele lengte. En bij die kleine kaartjes heb ik gewoon één flapje gebruikt. En bij die grote heb ik ze nog één extra keer ingeknipt. Zodat je met twee flapjes kan doen. En dan telkens eentje opgeschoven. Dus de eerste zit zo vast. De tweede zit zo vast. En de derde zit zo vast. Grappig, hè? Oké. En nou heeft Christian lekker veel ruimte om plaatjes op te plakken. Als hij het gaat doen, dan. Maar dat gaan we nog wel zien. Mocht hij hem gaan vullen, dan laat ik het resultaat ook nog zien. Ja, maar dit is in ieder geval heel leuk. Dat je zo. Kan je hem, kun je hem helemaal tekenen, schilderen, plakken, knippen. Plakken. Leuk, hè?